Hoi, ik ben Ricardo Kremers en ik geef een workshop over Dreamweaver. Ik ga uitleggen wat je met Dreamweaver kunt doen, hoe Dreamweaver in elkaar steekt, waar je op moet letten en waar je dingen kunt vinden. En vervolgens ga ik ook nog uitleggen hoe je eigenlijk een HTML-bestand maakt en een stylesheet-bestand, een CSS-bestand. En dan gaan we eigenlijk een pagina bouwen met plaatjes en tekst en de technieken die je daarvoor kunt gebruiken. Zoals je ziet heb ik dus Dreamweaver al geopend. Dit is eigenlijk het beginscherm. Ik gebruik op dit moment Adobe Dreamweaver CS6 6. Maar in principe zou je deze cursus ook goed kunnen volgen met CS6 5. Volgens mij zelfs met vier hebben dezelfde features. En met de nieuwe versie kan het ook nog, de online versie. Adobe Dreamweaver CC volgens mij heet het. Het kan zijn dat het soms een klein beetje anders uitziet van hoe de schermpjes ingedeeld zijn, maar in grote lijnen komt het eigenlijk wel met overeen. Welk pakket gaan we nog meer gebruiken? Dat is Dreamweaver. Nee, Dreamweaver heb ik al genoemd. Photoshop. En Photoshop gaan we gebruiken om plaatjes te exporteren voor onze website die we gaan bouwen. Of ja, website, webpagina. We gaan één pagina maken. En ja, ik ga ook nog wat tips geven waar je op moet letten dan als je plaatjes exporteert voor je website. Dus Photoshop hebben we daar ook voor nodig. Daar kan ook gewoon een CSS 6 versie 5, 4 of de online versie CC zijn. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Oké, nou dat is het eerste scherm, zullen we zeggen. Ik heb hier al een aantal bestanden geopend. Het kan zijn dat jullie dat misschien nog niet hebben, want misschien is het de eerste keer dat je het programma opent. Dan kan je natuurlijk geen recente bestanden openen. Ik werk zelf altijd met een Engelse versie, omdat ik zelf het ook fijner vind om met Engels te werken. Omdat, nou ja, zeg, alle hulp op internet bijna in het Engels is. En die werken dus ook met Engelse software. De programmeertaal is zelf ook in Engels. Dus. Het is makkelijker als je zelf gewoon de Engelse versie van je software ook hebt. Omdat het dan wat makkelijker terug te vinden is als je hulp zoekt voor bepaalde dingen. In principe zou je ook gewoon met een Nederlandse versie kunnen werken. Alleen ik vind vaak ook de vertalingen soms vreemd of raar of compleet onlogisch. Maar. In principe zou alles op dezelfde plek moeten staan, dus dan zou je het ook kunnen vinden. Dus dat moet het probleem niet zijn. Nou, het kan zijn dat je scherm er zo uitziet. Het kan ook zijn dat hij er anders uitziet. Ik ga ook dus vanuit dat we dus met een CSS 6 versie werken. En je kunt dus hierboven, zie je hierboven, kun je een aantal indelingen van je scherm kiezen. Nou, ik zet hem op designer. Dan krijg je dus eigenlijk dit te zien. Dit is je beginscherm. Die kun je ook uitzetten dat je die niet meer wil hebben. Voor de volgende keer dan. Hier zijn je eigenschappen, zullen we zeggen. Eigenschappenbalk. Hier heb je je bestandenbalk. Of ja, mapje, venster, zullen we zeggen. Je stylesheet, venster. Hier staat een venster waar je dingen kunt invoegen in je pagina. Ja, op zich, ik gebruik deze bijna nooit omdat ik alles gewoon zelf schrijf. En dat is toch op zich misschien ook wel het beste wat je kunt aanleren om toch ook zelf te leren coderen. Je kunt blind wel gaan vertrouwen op een programma, maar ja, programma's veranderen elke keer. En als je de basis van een programmeertaal kent. Die verandert ook wel in de loop der tijd, maar het wordt meestal aangevuld en wordt niet compleet omgegooid, wat een softwarepakket misschien wel kan doen. Dus maak wel gebruik van Dreamweaver's
handige dingen, maar vertrouw er niet blind op, zullen we zeggen. Dus leer ook gewoon HTML en CSS. Dat komt dus ook aan bod in deze cursus. Het eerste wat ik dus wil gaan doen is eigenlijk een project aanmaken. En dat kun je hier doen aan de rechterkant hier zo, bij Manage Sites. Heb je die niet hier staan, dan kun je hier dit openklappen en dan staat die helemaal onderaan ook. Je ziet dus hier al je harde schijven en eventueel CD-ROM drives, je desktop, maar we maken dus een nieuwe Manage Sites aan. Wat het eigenlijk is, is gewoon eigenlijk een projectmap aanmaken en ja, daar ga je dus eigenlijk gewoon aangeven van waar je al je bestanden staan. Want dat is eigenlijk het volgende verhaal. Ik ga even naar mijn desktop. Ik zal deze even verkleinen. Oh, dan moet ik eerst even deze uitzetten. Gaan we naar mijn desktop toe. Wat is nou in het geval? Je moet je bestanden die je online zet, die moet je eigenlijk op één plek neerzetten. Waarom is dat heel belangrijk? Nou, vooral als je straks ook iets wil uploaden naar je hosting. Dus het stukje internet wat je hebt gekocht bij een hostingbedrijf. Dat is eigenlijk ook maar één plek. En dan heb je ook maar één folder waar je dat in mag zetten. Dus als je alles verspreidt, dan werkt het offline prima. Maar als je het dan uploadt naar je server toe, dan krijg je nogal problemen. Dus zorg dat je alles op één plek hebt staan. Dat wordt dus je HTML, stylesheet en eventuele plaatjes die je hebt geëxporteerd. Nou, dit is dus al voorbereid, hè. Ik heb hier al een indexbestand en een stylesheetbestand. Wij gaan dus een nieuwe lege in HTML aanmaken en een stylesheet. Ik kan wel even laten zien hoe het er al uit gaat zien. Dus dit is de pagina die we dan straks gaan maken. En dit is eigenlijk gewoon een pagina gebaseerd op voor een reclamebureau die Jackie heet. En die hebben een aantal onderdelen, dus homepagina, een stukje over hunzelf, wat voor services ze aanbieden, een portfoliopagina, nieuwspagina en een contactpagina. Nou ja, dit kan natuurlijk van alles zijn, hè. Dit kan dus je pagina zijn voor je hobby die je doet, of voor je eigen familiepagina, of je wil een eigen bedrijfje beginnen, of je wil juist websites gaan maken voor bedrijven. Nou ja, dat kun je dus eigenlijk gewoon overal voor toepassen. Eigenlijk is dit gewoon de techniek die je gewoon kunt gebruiken om een professionele site gewoon op te zetten. Dus dit gaan we dus maken. Maar we beginnen natuurlijk helemaal vanaf het begin. Je ziet dus wel dat het dus gewoon een indexbestand is. Eén HTML, één stylesheet en één mapje met plaatjes. En je ziet ook, als je een plaatje aanklikt, dat die dus 221 pixels bij 143 pixels zijn. Dat zijn vrij kleine plaatjes, maar dit zijn dus plaatjes die precies zijn afgemeten voor mijn site. Dus die moet ook zo groot zijn. Als ik hier een beetje doorheen ga, zie je ook gewoon dat... excuses, mijn logo ook zo groot in de pagina komt te staan. Andere elementen die terugkomen en werk van de pagina zelf. Je kunt dit allemaal onderverdelen zover je wil, maar ik op zich werk ik gewoon met één map waar alle plaatjes in staan. Daar staan dus mijn werk in en er staan plaatjes in voor de site zelf. Je kunt dat ook nog onderverdelen dus voor werk wat je hebt of en dat je dat heel netjes houdt. Maar op zich, dit is een prima structuur. Waar ik dus één mapje terug ga, hier heb ik dus het bronmateriaal, een Photoshop document. En daar laat ik jullie straks ook even zien wat handig is, wat je kunt doen om een goede webdesign op te zetten. Oké, dus we gaan weer terug naar Dreamweaver. Zoals ik al zei, we gaan een nieuw project aanmaken. Manage Sites, hier onderaan bij de files. Dus we gaan een nieuwe site aanmaken. Nou, site name geeft gewoon aan van, oké, hoe wil je de site noemen? Ik noem dit gewoon even cursus.
Materiaal. En ik geef hier aan local site folder. Dat geeft ook aan local, dat betekent gewoon wat op jouw computer staat. En straks de online remote server, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk waar je dus je online spullen neerzet. Maar zover zijn we nog lang niet. We gaan eerst even offline, gaan we eigenlijk gewoon een site bouwen. En ja, ik leg nog wel even uit hoe je een verbinding kunt gaan maken met een externe server. Dus dan komen we daar nog wel op terug. Oké, even kijken. De lokale site folder, dat is dus de folder waar je dus al die bestanden neerzet. In mijn geval, ik heb dat op de desktop neergezet. Op zich vind ik dat meestal niet de beste plek om het neer te zetten. Zet het meestal bij je documenten of op een externe harde schijf of zo, of waar je al je documenten op slaat. Desktop wordt nogal snel vol. En dan wil je het opruimen en dan staat dat cursusmateriaal daar en dan haal je het weg en dan ben je de verbinding dus kwijt ook van in Dreamweaver. Dus op zich is dat niet heel erg hoor, want als je het verplaatst naar een andere plek, dan kun je het altijd hier nog in veranderen. Maar goed, dat is eventjes gewoon een side note. Oké, ik heb hier dus op de desktop cursusmateriaal en dan de www-root. Www-root verwijst ook eigenlijk gewoon www van het internet, dus www, wat altijd voor zo'n URL staat. En root is eigenlijk, zoals je het ook eigenlijk zou vertalen in het Nederlands, de wortels. Dus dat is ook echt de absolute nulpunt, zullen we zeggen, van je site. Niet in een negatieve manier bedoeld, maar je kunt dus wel mapjes hier nog verder inzetten, dus meer vertakkingen, zullen we zeggen. Maar dit is dus echt het begin van je site. Dus hier moet ook ergens je indexbestand komen staan en andere HTML-pagina's. En dus vanaf hier moet je ook beginnen. Daarom heb ik het ook www.root genoemd. Dat is een vrij voorkomende naam. Oké, ik selecteer deze map. Ik save deze map. En that's it eigenlijk. Je hoeft verder. Ik kan hier dus weer op klikken om dit eraan te passen. Misschien kunnen we bij de advanced settings nog wat dingen uitzetten, zoals design notes. Design notes is eigenlijk iets wat gebruikt wordt als je met meerdere mensen bijvoorbeeld werkt aan een site, of dat je zelf heel vergeetachtig bent en je moet ergens nog notities neerzetten voor de volgende dag, dat je daar nog weet van oké, ja, hier moet nog wat aan gedaan worden. Of je werkt met meerdere mensen eraan, dan weet die andere persoon van oké, ik moet hier nog wat aan doen. Gezien dat wij hopelijk wel nog een goed genoeg geheugen hebben en niet in een team werken nou op dit moment, kunnen we deze uitzetten. Dus die zetten we uit. En hij zegt van your preference indicated that you do not want to store design notes. Would you like to delete existing design notes? Nou, als ze er zijn, delete ze maar. Oké, dat is dus één. Cloaking hebben we eigenlijk nu nog niet nodig, maar cloaking is eigenlijk het, hij blokkeert eigenlijk bepaalde bestanden als je straks gaat uploaden naar je remote server, dus als je je hosting hebt. Ik leg dat nog straks allemaal uit wat een remote server en je hosting betekent precies, maar wat het eigenlijk inhoudt is dat hij dus bestanden die toch eigenlijk niet online moeten, die er eigenlijk niet horen te zijn. Ten eerste hoor je die eigenlijk ook al niet in je mapje te zetten, maar stel dat ze toch per ongeluk in verdwijnen, dat die ze blokkeert om te uploaden. Ik zal het eens even aanzetten. Je ziet dus ook de extensienaam van een aantal bestanden. Een .fla, dat is dus een flashbestand. Nou, dat, het werkbestand daarvan, hè? Dus dat gaat die blokkeren. .psd, dat is dus een Photoshop bestand. Nou ja, dat heeft dus ook geen zin om dat te uploaden naar je website, want dit soort bestanden kan een gebruiker die op jouw website komt toch niet openen, dus die blokkeert die ook. Je kunt dit ook aanvullen door een spatie te zetten en een punt extensie achter te zetten, bijvoorbeeld AI is Illustrator, punt
DOC, doc, is een Word document. Dat soort bestanden horen daar niet te zijn. Dus die kun je aanzetten, maar op dit moment is het nog niet heel belangrijk, omdat we nog geen verbinding hebben met een externe hosting. Dus, maar hier is het dus eigenlijk voor. Ik kan hem nou nog wel even aan laten staan, dan is het in ieder geval al aan. Stel dat we straks een verbinding maken, dan is dat ook alvast ingesteld. Even kijken, local info. Even kijken, default images folder. Die kun je aangeven. Ik doe dat zelf nooit, maar je zou het kunnen. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Die andere dingen die gebruik ik bijna nooit. Je zou hier nog webfonts aan kunnen geven, waar die staan. Nou, daar komen we nog niet aan toe. Dus we zetten deze advanced settings eventjes gewoon weer uit. En we saven dit. En hij zegt van oké, cache will now be recreated because the name, root folder, HTTP address or cloaking settings of this site have been changed. Dus je hebt wat dingen aangepast. Hij moet eventjes dat ding recreëren. Nou prima, oké. Nou, dan staat hij hier dus. Dan zeg je done. En je ziet nu ook dat hij dus hier tevoorschijn komt. Dus je hebt hier dus je lokale schijf, je desktop en dat mapje wat je aan hebt gegeven wat een project is. Nou, dan heb ik hier in de projectmap, dat is dus deze map, hè, die www.roetmat, heb ik dus een map in zitten met plaatjes. Die zie je hier ook terugkomen. Als ik die open, dan zie je dus ook alle plaatjes erin staan. Even kijken. Ik heb dus nog een HTML bestand erin staan en een stylesheet document. En die zie je hier ook terug. Dus eigenlijk is het gewoon, geeft hij aan van oké, wat moet er precies in staan. Ik zal deze even renamen. Voorbeeld. Zo. En dan vraagt hij van, wil je links updaten? Nou ja, prima, doe maar. En dat is ook wel het voordeel van zo'n project aanmaken in, dat kun je vergroten trouwens hier. Zo'n project aanmaken in Dreamweaver. Als je dus namen verandert, dan kijkt hij dus ook gewoon als er andere bestanden aan gelinkt zijn. En zo ja, dat hij dan ook daar de linkjes aanpast. Dus hij is dus wel slim in het aanpassen van namen. Ik zou dus ook altijd aanbevelen van als je een naam wil veranderen, doe het dan hier in plaats van gewoon in je bestanden ding. Dus zoals hier in mijn Windows File Explorer en voor de Mac gebruikers de Finder. Doe dat daar niet, doe het hier. Want dan geeft die naam, gaat hij meteen kijken als er dus nog linkjes moeten aangepast worden. En dat is hartstikke handig. Nou. Ik heb hier dus een naam aangepast van een bestand. Maar wat we eigenlijk nu gaan doen is eigenlijk gewoon beginnen met een HTML bestand aan te maken. Nou, we kunnen dat hier doen, maar we kunnen dat ook hier doen. File of bestanden, nieuw. En dan kun je hier dus kiezen uit van wat je wil maken. Een HTML bestand, een HTML template. Je kunt dus hier dus ook templates uitkiezen. En hij geeft ook aan wat die precies doen. Maar wat wij gaan doen is eigenlijk gewoon een lege HTML kiezen. En je kunt dus aangeven wat voor doctype het is. Nou, doctype geeft aan van oké, hoe hij eigenlijk de HTML bestand moet behandelen. Nou, gezien dat we nou in de periode of in het tijdperk zitten dat het dus nu HTML5 is, wil ik dus ook voor HTML5 kiezen. Waarom? Omdat dat eigenlijk de laatste versie is van HTML. En ja, ik ben van mening dat je dus eigenlijk dan eigenlijk dat ook het beste kunt gebruiken, omdat dat de laatste versie is. Er zullen misschien hele oude browsers, Internet Explorer 7 of zo, die met sommige HTML5 elementen niet om kan gaan. Maar er zijn altijd wel workarounds voor en de meest huidige
browsers die bijna iedereen heeft, kan met HTML5 overweg. Dus ik kies dus voor een HTML met geen layout, doctype HTML5. En ik zeg create. En dan krijg je eigenlijk dit scherm te zien. Of je krijgt dit scherm te zien, of je krijgt dit scherm te zien. Het is helemaal wit. Ik zet hem. Wat is dit precies eigenlijk? Nou, het designvenster is eigenlijk wat je zou zien als de pagina dus gevuld zou zijn. Hè? Dus in dit geval, we hebben nou een lege HTML, dus die is leeg. Dus die is ook standaard wit. Split, dan zie je dus hier de HTML-code. En hier zie je dus wat je dan zou zien. Dus als ik hier tussen de body wat tekst typ, dan zie je het daar ook verschijnen. Hoi. Als ik dan op refresh hier klik, of op hier, dan zie je hier dus ook hoi verschijnen. Andersom werkt dat ook. Dus als ik hier hoi typ, dan komt hier ook hoi te staan. Dus eigenlijk niet zo heel spannend, maar je moet even doorhebben van oké, dit is dus het codegedeelte en dit is dus eigenlijk het gedeelte van hoe het eruit zou moeten zien. Echter is zo dat ik altijd adviseer aan mensen die dus deze cursus volgen van ga altijd testen dat je ook in een browser test. En dat kan bijvoorbeeld Chrome zijn. Of Safari voor Mac-gebruikers, of Internet Explorer, of Firefox heb je ook nog. Ik weet niet als ik hem op deze computer heb, Mozilla Firefox. Dan heb je ook nog volgens mij Opera ook nog. Dat zijn ook nog een aantal browsers, maar wat ik op zich iedereen kan adviseren is dus als je iets met internet wil doen, dus programmeren. In Dreamweaver zorg ervoor dat je dus ook Google Chrome hebt. Waarom is dat zo? Kijk, dus Safari, dus was Firefox en hier is Internet Explorer. Waarom is Google Chrome zo fijn om voor een programmeur? Nou, omdat je heel makkelijk, als je hier dus een element hebt of zo, is een navigatie of een plaatje of tekst. En je doet daar rechtermuisknop op. En dan komt er inspecteer element of inspect element, in voor mij een Engelse versie. En je klikt erop, dan zie je dus ineens een venster verschijnen. met de HTML. En hier aan de rechterkant alle stylesheets. Dat is hartstikke handig, want je kunt dus gewoon ook dingen uitzetten. Je kunt dingen erbij typen zelfs. Als je hier zegt van color bijvoorbeeld is hekje 0 F0, dan kun je de tekst dus veranderen. Dus je kunt er ook wel bij typen. Dit is trouwens, dit kun je gewoon tijdelijk erbij typen. Hè? Dit is dus niet dat hij dus dit ook echt opslaat. Maar je kunt dus wel dingen testen. En dat is hartstikke handig. Ik zal hem eens weer aanzetten. Dus als je refresht, kijk, nou heb ik de groene kleur erbij getypt, maar als je refresht, oké, dan zie ik hem niet meer. Even kijken, oh, dat komt omdat ik hem heb gerenamed naar, even kijken, voorbeeld heette dat ding. Kijken, voorbeeld, ja, voorbeeld heette dat. Dus als je het refresht, dan zie je ook dat die kleur gewoon weer zwart is. Of ja, zwart, donkergroen is het volgens mij wat ik heb gekozen. Het is niet helemaal zwart. Maar deze debug, zoals ze dat noemen, debug version, is hartstikke handig. Want je kunt dus heel makkelijk gewoon hier doorheen gaan. Je ziet ook wel precies wat hij doet. Zie je, ik ga hier over een divje heen waar de grote tekst in staat. En je ziet meteen hoe groot dat stuk is hier in die pagina. Nou, hartstikke handig. Dus Chrome is echt een wat je zou moeten aanschaffen. Nou, waar kun je Chrome vinden? Nou, heel makkelijk als je googelt.
google.com erbij pakken of .nl en je zegt Chrome. Meestal bij Google staat er al gewoon zo van wil je hem downloaden. Stel dat je hem niet daarbij ziet staan, kun je hier gewoon zeggen Chrome. En dan kom je gegarandeerd op die pagina uit. En dan kun je hem hier downloaden. Dat is voor PC en voor Mac compatible. En waarschijnlijk heb je die ook voor Linux, maar daar kun je dus geen Dreamweaver op draaien volgens mij. Dus voor die mensen zal ik deze cursus niet echt veel nut hebben. Sommige mensen zeggen ook van ja, waarom ga je nou in Dreamweaver eigenlijk HTML programmeren en niet gewoon in een normale tekst editor? Bijvoorbeeld, je hebt de variant open source, dus dat is gratis Notepad++. Daar kun je in principe ook gewoon mee HTML programmeren. En je kunt ook aangeven van oké, okay, ik ben nu op dit moment HTML aan het programmeren. Dus dan geeft hij ook, even kijken, als het goed is ook kleurencodering aan. Nou ja, hij herkent wel iets. Ja, dat kan, maar dan ben je eigenlijk heel erg gebaseerd op het programmeertaal en minder op sommige handige features van Dreamweaver. Nou ben ik geen promotor van Dreamweaver of zo, maar ik heb altijd zoiets van ja, als je een tool hebt die je dus eigenlijk veel kan bieden, dus automatische dingen aftypen voor je of suggesties geven, en Dreamweaver doet dat. En hij heeft ook een upload mechanisme in de software gebouwd. Ja, dan denk ik van, dan kun je wel heel erg stoer gaan doen met je Notepad plus of met je Cladblock. Maar ja, dit gaat sneller. Die hoef je minder voor na te denken. En sowieso voor jullie beginners hier is het sowieso handiger, weet je wel. Je hebt hier ook betere kleurcodering en... Er zijn nog een zat andere programma's hoor, voor Mac en voor PC, waar je mee kunt programmeren. Maar op zich, Dreamweaver is prima. Zolang je maar niet al te veel kant-en-klaar spul van Dreamweaver erin gooit, dan komt het allemaal goed. Hij is ook over de jaren ook een stuk beter geworden hoor. Goed, ja, we hebben nu eigenlijk alleen maar dit bestand. Hier staat dus de code. Hier staat dus hoe het eruit zou moeten zien. Je kunt hem ook alleen op code zetten. Dus als je veel aan het typen bent, dan is dit wel fijn. En ja, eerst wat we eigenlijk gaan doen is dus gewoon dit bestand even opslaan. Dus file, save. En je zag het al, dat vorige bestand, dat voorbeeldbestand.html, dat ik dat al index had genoemd. Nou, index, waarom noemen we dat index.html, de eerste pagina van je site? Heel veel van die hostingbedrijven, dus die bedrijven die dus eigenlijk stukjes ruimte reserveren voor jou als jij dat betaalt. En vrijstellen tot het wereldwijde web, zullen we zeggen. Hebben dus een regel... Van oké, okay, de eerste bestand, want ze moeten weten welk bestand hij moet beginnen, is index.html. Dat is een uitzondering bij sommige hostingbedrijven dat het dus default.htm is, maar bij de meeste is het gewoon index.html. Als je die pakt, dan weet die hosting ook van oké, okay, dat is de eerste pagina waar we moeten beginnen, dus dat is de homepage van je site. Dus daarom heet het index.html. Nou, tja, wat hebben we daarover te zeggen? We hebben eigenlijk niet heel veel over te zeggen. Hoe ziet een HTML eruit eigenlijk? Ik zou hem even nu laten zien. Dit is dus eigenlijk de HTML5 opmaak. Doctype geeft dus aan wat voor soort internetbestand het is. Dus het is geen PHP bestand of ASPX bestand, maar een HTML. En dat begint ook gewoon met HTML. En je ziet hem ook hier sluiten.
En tussen die HTML staat eigenlijk dit. Even kijken, ik zal hem even highlighten. Dat doe ik trouwens door middel gewoon van click and drag. Je hebt dus hier de head tussen staan en een body. En tussen die head staat een meta character set UTF-8. Dat geeft aan wat voor karakter set je gebruikt. UTF-8 is volgens mij gewoon de normale karakter set. Volgens mij als je een Russisch of Cyrillisch of dat is Russisch trouwens, of Hebreeuws of Japans of Chinees of Koreaans, dan is dat een andere karakter set. Maar voor de, ja, voor ons Europeanen, Amerikanen, Westerse landen heb je UTF-8. Nou, vervolgens staat hier een title. En title is eigenlijk ook gewoon in Nederlands titel. En dan zie je dus hierboven ook weer terugkomen, titel. En er staat nu untitled document. Nou, wat is nou de titel van een pagina? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is eigenlijk dat ding wat hierboven altijd staat. Dat is de titel van je pagina. Dus als je naar Google gaat, bijvoorbeeld. Dan zie je hierboven ook Google staan. Dat is de titel van die pagina. Dus die titel moeten we gaan aanpassen, want Untitled Documents ziet niet zo fraai uit. Ja, dat ontwerp wat ik dus had gemaakt, dat is dus dit ontwerp. Ik zal even de hulplijnen uitzetten. Dat heet Jackie. Ja, Jackie, zo heet mijn hond. Ik vond hem wel een leuke naam. En toen dacht ik van ja, dan noem ik het bedrijf, het fictieve bedrijf, gewoon Jackie. Dus ik ga deze naam ook gewoon gebruiken in mijn titel. Nou kun je dat op twee plekken doen. Zelfs op drie plekken. Je kunt het hier aanpassen, gewoon tussen de code. En je typt het, Jackie. En een refresh hier. En je ziet het dus hier ook verschijnen, Jackie. En hierboven ook nog een keer. Nou, hierboven kun je het ook nog aanpassen. Dan zeg je van Jackie's page. Als je op enter duwt, dan zie je dus hier tussen de titel ook weer aangepast worden. Je kunt het ook nog een keer hier aanpassen. Bijvoorbeeld, ik wil gewoon Jackie's portfolio van maken. En je ziet dus dat het daar en daar ook verandert. Dus keuze genoeg. Kies gewoon één, blijf daarbij. Zorg ook dat je gewoon goede naam aangeeft, want eigenlijk heeft dit ook wel deels te maken met je vindbaarheid straks als je door Google gevonden wil worden. Een titel is ook altijd belangrijk. Het belangrijkste is eigenlijk nog zelfs dat de titel altijd anders begint. Dus als je de homepage hebt van Jackie's Portfolio, dan zou die eigenlijk moeten beginnen met homepage, Jackie's Portfolio. Als je een contactpagina van die pagina hebt, van die site hebt, dan is het dus contact, Jackie's Portfolio. En zo wordt je elke pagina uniek geïndexeerd. Dat zou het beste zijn, maar je ziet heel vaak gewoon dat de titel gewoon bij alle pagina's hetzelfde blijft. Dat is ook een keuze, of dat je juist voor kiest dat deze altijd, dat hij daarmee begint en dan erachter staat welke pagina je zit. Keuze aan jullie. Dat maakt niet zoveel uit. Het is ook niet dat je dan ineens niet meer vindbaar bent op Google. Maar alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen. Oké, dat is dus de titel. En je ziet ook dat deze twee dingen eigenlijk tussen de head staan. De head is eigenlijk het gedeelte waar je dus ook bijvoorbeeld koppeling maakt naar je stylesheet. Daar zet je ook een koppeling eventueel neer, bijvoorbeeld voor als je JavaScript gebruikt. Ik zal in deze cursus daar niet heel erg veel over uitleggen, want dat is eigenlijk een compleet andere programmeertaal nog een keer. Maar als je eigenlijk de basis van deze cursus eigenlijk kent, dus de HTML en wat stylesheet, kun je al een heel eind komen om een hele mooie pagina te maken. Dus natuurlijk kun je het altijd verfraaien met JavaScript, maar je kunt al een heel eind komen in ieder geval. Dus dat is allemaal in de head. Dus dat zijn eigenlijk vaak koppelingen. En een titel van zo'n pagina. Koppeling naar
externe bestanden zoals je style sheet of je JavaScript. En that's it. Eigenlijk waar alle inhoud in staat, dus plaatjes, tekst, dat soort dingen, dat moet eigenlijk in de body komen. Dat is eigenlijk where the magic happens, zullen we zeggen. En je ziet ook dat zo'n element als body, die gaat hier open en die gaat hier weer dicht. Dus hij opent en sluit. En alles wat daartussen zit, zit in de body. Dus als ik hier tekst typ, hoi, dan staat het dus ook in de body. Je ziet het ook vaker terugkomen hè, bij HTML-elementen. Hier zie je HTML staan, hier sluit de HTML ook af. Dus dat geeft ook aan dat de head en de body daarin staan. Je hebt ook een aantal elementen zoals meta hier bijvoorbeeld, die heeft dat dus niet. Die opent en sluit op dezelfde plek. Titel heeft het bijvoorbeeld wel weer, deze gaat open en dicht. En je kunt er wel van uitgaan dat ongeveer 95% van alle elementen die je dus in HTML typt, altijd opent en sluit met het woord van het of de naam van het element en dan een slash en de naam van het element. En dat moet dan aan gelijk zijn aan elkaar natuurlijk en dan sluit het af. En alles wat ertussen staat, staat er dus in. Nou, het is eventjes belangrijk dat je dat onthoudt. En wat ook wel best wel handig is, is het intappen van je code. En het intappen van je code is eigenlijk niet meer dan letterlijk gewoon een sprongetje maken. Waarom doe je dat? Eigenlijk gewoon om aan te geven van wat waarin staat. Dus als je eigenlijk de HTML hier ziet en daar weer sluit, en je gaat ervan uit dat het erin staat en de body, dan laat je die één keer intappen. Nou, dat tab die zit net boven je caps lock, helemaal links van je toetsenbord. Daar staat tab. En als je deze regels selecteert, hier zo links klik en drag, kun je ze dus laten intappen. Dus als je ze nou een paar keer tapt, zie je dus dat die elke keer naar rechts toe stapt met sprongetjes. Als je shift tab induwt, dus de shift knop indrukt en dan op tab drukt, dan gaan ze ook weer terug. Ja, ik raad altijd aan van gebruik die tabjes. Is het zo dat als je die tabjes niet gebruikt dat je site niet werkt? Nee, dat is het zeker niet. De browser zelf, zoals Chrome of Safari of Internet Explorer, die geven daar geen moer om. Alleen voor jezelf is het wel makkelijk om te zien wat waarin staat. Kijk, nu is het al een stuk duidelijker dat deze twee dingen, dus de head en de body, in de HTML staan. Vervolgens zie je dus ook heel duidelijk dat meta en title in deze head staan. Dus je begint een beetje een hiërarchie te zien hoe dingen opgesteld zijn. Nou, dat intappen, dat maakt je leven een stuk makkelijker. En je ziet ook wel straks, naarmate we eigenlijk deze cursus vordert, dat je ook echt het voordeel ervan gaat zien van dat intappen. Dus nog een keer, om voor de zekerheid aan te geven van waar zit die taptoets. Die zit boven je caps lock, helemaal links aan je toetsenbord. Oké, dit is opgeslagen. Wat doen we vervolgens hier in deze cursus ook? Dat we dus eigenlijk HTML en style sheet van elkaar gescheiden houden. Dus de HTML en het CSS gedeelte houden van elkaar gescheiden. Waarom is dat belangrijk? Dat zal ik jullie zo laten zien.